ja, we gingen maar situatie aan het van deze gouden. Drie van Yvonne en drie van mezelf. En ik ging nog vier zilveren. Ja, die lezen hier direct verder. En nog een bronzen hiek erbij. Dus ja, weer de gerust oogst van mij op een WK. Die linker die wereldkampioen en die rechter die is zilver. Wat is het jou? Ja, de broer en zus zijn dat bevallen. En wat maakt het een dwergpapegaai dan een mooie winnende dwergpapegaai? Het gaat soms heel vaak om details, maar de basis is een hele goede kleur en goede kleurafscheidingen. En de vogel moet een mooie vol en rond van model zijn, mooi breed. En die maakt een beetje expressie tonen, een beetje showen. Dat van, hier ben ik. Ja, maar geen angst. Ik ben opgegroeid met deze vogels. Ik had die vroeger van alles en nog wat. En die wordt nog serieus, maar de Engelse gespieten trof. En toen ik als jonkje ja, moest ik goelen omdat die vogels wilden niet. En dan ben ik een paar kappeltjes gekregen. En zij dat ontstien. En sinds 2000 ben ik onafgebroken Nederlands kampioen. Dat had me altijd intrigeerd. En daar maar aan de slag en daar maar fokken en verzwaren en dan zie je wat voor mooie jonkjes dat eruit komen. Ja, dat. En dan je daar dan ook nog prijzen mee winnen kennen. Het begint natuurlijk eerst met de fok om bepaalde gedachtegang te volgen van goh, daar zullen bepaalde kwaliteiten komen kennen. En als dat dan lukt en je kweekt dat, dan is dat natuurlijk de eerste stap. Dus eigenlijk is dat een beetje een relatieplanner. Ja, dat kan het wel zien. Ik begeleid de relatie. En als dat goed gaat, dan komen er jonkjes in van, zeg maar. En gaat dat wel eens mis? In zulke huwelijken vallen er wel echtscheidingen, maar meestal gaat het wel goed. En dat komt ook een beetje door de namen die vogel had. En de Japanse Rose Collie wordt in het Engelse last bird genoemd. En dat vertelde ze al dat ze een beetje een relatieplanner wist. Hoe had ze Yvonne aan de haakslijn? Ja, dat is een hele goede vraag. We hadden koor voor het eerst troffen op een vogelmerk. En toen werd er nog geen vonk of zoiets. Maar toen kregen een tip van het bestuur van de PSC van die moet lid worden, had ik al je pakieten. En dat wie in onze regio, dus, en ik ben vastzitter van een pakieten speciaal koor, Friesland. Dus ik kies iets van, dan moet even een zien paar had die ik lid worden wil. Maar wie net zo volle asem wie dat. En toen, ja, een periode later eigenlijk, toen had ze maar in een jong vogelshow die we altijd in Drachten hadden. En ja, sindsdien is er contact ontstaan en ja, zij is het op een moment de vonk oerslaan. En als ik jij onthokken? Ja, we zijn letterlijk en figuurlijk onthokken, vogelhokken en gewoon in het huisje zelf, klopt. En dan lezen de toekomstige prijswinnaars misschien wel al in.